Borders. 4-1 overwinning. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Een beetje gemixt, denk ik. Eerste helft was wel dramatisch. Maar in de rust is een en ander gezegd. Dus toen hadden we wel groot vertrouwen dat het goed zou komen. Dus uiteindelijk toch wel lekker. Eerste helft wel grote kansen, maar ja, een beetje weinig druk naar voren. Een beetje gezapig voetbal. Ja, nou ja, we hebben altijd wel een paar kansjes nodig. Dus we weten dat we een paar nodig hebben om te scoren. Ze waren er wel, volgens mij Toe op de lat, Geus op de lat ook. Dus je hebt er gewoon een paar nodig. Maar je weet dat ze de tweede helft komen. Dus er was geen druk, maar misschien toch wel een beetje. Volgende week Valken, die winnen vandaag met 1-3 bij Westlandia. Wat verwacht je van die wedstrijd? Een goede pot uitspelen we, geloof ik, hè? Toch? Ja? Nou ja, een goede pot. Volgens mij spelen wij sowieso iets beter als wij tegen een iets beter team spelen. Of dat nou bovenin tweede klasse is of eerste klasse. Dan voelen wij misschien iets meer druk om ook ons te laten zien en overal kort op te zitten. Dus ik heb er wel zin in. Wordt wel een goede pot, toch? Nou, succes en tot volgende week. Dankjewel. Jij ook succes, hè? Sven, 4-1 overwinning en de tweede goal van het seizoen voor jou. Ja, dat is mooi. Ik denk ook een belangrijke 2-0. Hè? Toen was het gelijk klaar eigenlijk daarna. En allebei gescoord, Lars en ik. Dus het is ook een primeurtje vandaag. De gebroeders Solaan scoorden beide in de wedstrijd tegen Kagia. De eerste helft zat je er ook al dichtbij. Ja, ook een kopbal. Ik heb eigenlijk 4 kansen gehad om te scoren, 4 keer een kopbal. En natuurlijk als verdediger is het altijd leuk om te scoren. Maar ik denk tweede helft was een stuk beter. We waren teleurgesteld over onze eerste helft. Maar gelukkig pakken we het wel goed op daarna. Dus dat is positief wel. Volgende week val ik uit. Nou, iedereen het over kraker, maar het is wedstrijd per wedstrijd moet je bekijken natuurlijk. Ja, zeker. Je moet wedstrijd per wedstrijd kijken. Maar volgende week is natuurlijk wel een belangrijke wedstrijd. En volgende week is natuurlijk wel een belangrijke wedstrijd. En ik denk dat die eigenlijk cruciaal gaat worden. Ja, dat denk ik. Op naar volgende week en heel veel succes. Ja, dankjewel Luc. Nou, we staan hier met de jongste harde kern van UVS. Wat vonden jullie van de wedstrijd, jongens? Mooi. 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 Hebben jullie niet meer te zeggen, want achter het doel zijn jullie wat drukker? We hadden afgesproken met Daan, of als hij had gescoord, dan kwam die. Maar helaas is dat niet gebeurd. Wat denken jullie volgende week tegen Valken? 3-1. Voor? Ons. UVS dus. 2-0 voor UVS. 0-2. Dan gaan we ervoor, jongens. Dankjewel.